Dag dames en heren. Eind augustus is het bruggetje voor de 30-daagse verwachting natuurlijk heel makkelijk gemaakt. De weerkundige zomer is bijna voorbij, de weerkundige herfst gaat beginnen. En dus is natuurlijk de grote vraag: kunnen we nog een beetje warm na zomerweer verwachten, waarbij we verkoeling moeten zoeken aan de Noordzee? Of krijgt de herfst al langzaam gestald in onze omgeving? Op dit moment is het zo dat het eerder toch een beetje herfstachtig is en dat kunnen we verklaren aan de hand van de huidige weerkaart. Hadden we eerder deze week nog te maken met een krachtig hoogdrukgebied met daardoor in delen van Frankrijk bijvoorbeeld dagelijks het regenen van warmterecords, hitterecords met temperaturen van meer dan 40 graden, dat hoogdrukgebied is weg. Het hoge drukgebied is opgesplitst. Er is een deel helemaal naar het oosten geschoven. Maar veel belangrijker, een, een groot hoge drukgebied ligt. Zo dit weekend op de Atlantische Oceaan. En daartussen ingeklemd een lage drukgebied boven de Noordzee. Het bepaalt het weerbeeld in grote delen van Europa. Bij ons zorgt het voor een wat wisselvallig en vooral veel koeler weertype. Maar als we de boel in beweging zetten, dan zien we dat met de Noordwestenwind ook koelere lucht over Frankrijk uitspreidt. Op de scheiding met de hete lucht komen dit weekend en begin volgende week felle buien voor in het Alpengebied. In de hoger gelegen gebieden gaat ook sneeuw vallen. Ja, en we zien het. Af en toe zijn er ook wel droge momenten. Maar lage drukgebieden, ook later in de week, blijven ervoor zorgen dat het bij ons wisselvallig is. De nazomer tijdens de maandwissel augustus-september, nee, dat zit er voorlopig niet in. En dat zien we dan ook terug op de 30-daagse weerkaarten. Bijvoorbeeld, als we kijken naar de afwijking van de luchtdruk. Die is voor aankomende week 5 tot 10 hectopascal lager. Dus we zien veel meer lage drukgebieden. Boven de Britse eilanden, onze omgeving, maar ook Centraal-Europa, het Alpenmassief, dat lage drukgebied daar in het noorden van Italië, noemen we ook wel een Genua-laag. Dat levert dus plaatselijk veel neerslag op, misschien ook wel wateroverlast in de loop van de week. En aan de voorzijde van die lage drukgebieden, daar is nog de warme lucht te vinden. In onze omgeving is het juist relatief koel. Cool. Dat zien we met name op het Europese vasteland. Ook in Frankrijk, waar eerder dus die temperatuurrecords werden gebroken, nou, daar is volgende week geen sprake van. Het is niet extreem koud, maar de temperaturen ja, die liggen wel zo'n 20 graden lager op heel veel plaatsen. En de warmte, zoals ik zei, die zit vooral in het uiterste oosten, met uh, op de Balkan zeker aan het begin van de week nog hele hoge temperaturen. Wat warmer is het ook in het noorden van Europa. Maar let wel, in deze tijd van het jaar valt daar gewoon de herfstal in. Dus ook dat kun je geen nazomer noemen. Zeker niet met al die lage drukgebieden ook daar in de buurt. De pluim laat zien dat de komende dagen de temperatuur eigenlijk heel vaak schommelt in de middag. Zo rond de 20 of 21 graden. En s'nachts kan het af en toe afkoelen naar een graadje of 10 land inwaarts. Misschien dat in het eerste volle weekend van uh, september de temperaturen weer eventjes wat omhoog gaan. De laatste operationele run van het SMF, die gaat zowaar eventjes voor 30 graden op zondag, de derde, in het zuiden van het land. Maar goed, dat komt in de pluim met de meeste berekeningen in ieder geval niet echt overtuigend naar voren. Dus dat signaal, nou, dat negeren we maar eventjes. Een heel duidelijk signaal overigens is. Het neerslagsignaal dat is overtuigend aanwezig. Dus voorlopig kunnen we vrijwel dagelijks, maar lang niet altijd overal op hetzelfde tijdstip, toch wel een aantal buien verwachten. Misschien ook wel met wat onweer. Ja, en als we dan kijken naar de afwijking van de luchtdruk voor de periode 4 tot en met 10 september, dan zien we nog altijd hoge druk op de Atlantische Oceaan, lage drukgebieden, juist in onze omgeving. Dus er komt eigenlijk in grote lijnen weinig verandering in die luchtdrukverdeling. Met daardoor bij ons ook een wisselvallig weertype. Veel droger is het ten zuidwesten van ons, in de nabijheid van dat hoge drukgebied of de uitlopers ervan. In onze omgeving valt de normale hoeveelheid neerslag. Maar dat wil dus niet zeggen dat het duidelijk droger is. En ook wat temperatuur betreft kunnen we kort zijn. Nog steeds zien we dat Europa niet heel erg warm is. Er zijn in ieder geval geen overtuigende signalen voor hoge temperaturen. Dat zien we wel in de nabijheid van het relatief warme zeewater, ook in Noord-Europa. Ja, en je zou alleen kunnen zeggen dat Spanje en Portugal weer wat beginnen op te warmen, maar dat is dan ook het enige echt overtuigende signaal. Gaan we verder in de tijd? 11 tot 17 september, nog steeds hoge druk ten zuiden en zuidwesten van Groenland en IJsland. Bij ons eerder nog de wat blauwe afwijkingskleuren, luchtdruk onder normaal. Ja, dus ook dan zien we nog steeds dat die lage drukgebieden het weerbeeld bij ons bepalen. En over het algemeen koel weer opleveren. Of in ieder geval temperaturen die slechts een nipt een graadje boven de norm uitkomen. In de laatste week van deze 30-daagse verwachting zien we dan dat het hoge drukgebied wat meer richting de Britse eilanden trekt. Nou, dat zou misschien net voldoende dichtbij zijn om de buigheid bij ons wat te onderdrukken. Wat temperatuur betreft kunnen we kort zijn. We zien temperaturen rond of nipt even een graadje boven normaal. Maar het is allemaal niet overtuigend. En dus kunnen we niets anders stellen dan op basis van de huidige 30-daagse weerkaarten, die er overigens iets anders uitzien dan eerder deze week, dat we van na zomerweer in september voorlopig niet kunnen spreken. Misschien zien volgende week de kaarten er anders uit. Laten we dan maar weer eens even kijken. Wat mij betreft, tot de volgende keer.